in actie. Ja, en dankzij Brigitte Kaandorp is de teller inmiddels op 215.277 medewerkers gekomen. En inmiddels aan tafel Wim Zweekhorst, Bill Baker van de Bill Bakers Big Band. Ja. Bill Baker zelf? Ja, ik ben het zelf, ja. Stil? Is het stil? Ik zit nagels te bijten, man. Ja. Oh, ik zie het, ja, echt inderdaad. Ja, het is echt serieus. Het is echt, ik word er gek van. Ja. En ja, thuis zit je natuurlijk wel te spelen, uiteraard de zaak. Maar ja, en ik kan eens een keer een filmpje opnemen, wat we ook hebben gedaan. Weet je, zo van allemaal van die blokjes. Hartstikke leuk, maar... Maar de Bill Bakers Big Band is een big band? Uit hoeveel, ja. Uit hoeveel man? 21 man. 21 man? Ja, twee zangeressen. En ja, dat is geweldig. Ik doe dat 34 jaar nu. In binnen- en buitenland? En binnen- en buitenland, ja. Veel ook in Duitsland? Duitsland en Engeland, China. 5 keer naar Amerika geweest, naar het Glenn Miller Festival. Want we zijn een beetje gespecialiseerd in de muziek van Glenn Miller. Ja. En, ja, en die muziek van Glenn Miller die was natuurlijk net in deze afgelopen meidagen. Ja, dat is 75 jaar bevrijding. Ja, 75 jaar bevrijding. Zouden jullie spelen? Ja, dat is echt... Dat is, en je bereidt je er zo op voor. Jongens, we gaan het maken, weet je. En, gaat niet door gewoon. Gaat niet door. En wat gebeurt er dan? Ja, ik heb zitten balen. En echt waar, je zit gewoon nagels erbij. Je kan er niet vanaf blijven. Nee. Want daar word ik knap zenuwachtig van. Want ik wil met het publiek spelen. En ik wil voor het publiek. En ik wil die emotie overbrengen. En ik wil het ook terug hebben. En ja, het is natuurlijk, nou, dat weet je net zo goed als ik. Ja, dat moet werken, zeg maar, weet je. En dat wil je brengen. Dat komt uit je hart. Dat komt niet voor je geld, bij wijze van spreken. Maar dat zit er vanzelf in. Ja. Nou, en dat vinden we geweldig allemaal. En daar zetten we ons voor in. Maar ja, en dan is het alleen maar jammer dat het even niet kan. Nee. En ja, ook niet alleen de bevrijdingsvorm. Het is wel onze specialiteit. Maar we doen ook dansmiddagen. Dat doen we bijvoorbeeld in de Rotterdamse Nieuwe Luxor, weet je. Mm-hmm. Dat gaat niet. Je kan niet dansen met een afstand van 1,50 meter. Dat gaat niet. En een big band met afstand van 1,50 meter, kan dat? Nou, repeteren wel. Repeteren wel. En op een toneel zou het kunnen, joh. Maar je wilt toch als sectie, weet je, sax-sectie en de trompet-sectie, al die secties, je willen bij elkaar zitten. Dat moet één geluid zijn, mengen. Weet je. Ja. Dat moet mengen enzovoort. Dat zijn akoestische instrumenten. En ja, dat is, dat, nou ja, we gaan het hopelijk meemaken. Ik gok zelf op 15 november in de Rijswijkse Schouwburg voor het eerst. En voor dan hoop ik dat man. Het door. En dan zit je misschien ook maar met 200 man in de zaal of zo. Ik weet het niet. Ja. En er kunnen er ook 700 in, weet je? Ja. En in de Doelen Rotterdam, hetzelfde liedje, dat spelen we ook. Ja, daar kunnen er 2000 in. Ja. Daar kunnen er dan veel meer in. Maar je wil voelen, je wil zien, je wil spelen. Je wil de energie terugkrijgen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is het hele verhaal natuurlijk. Hè? Maar even een vraag, want jullie spelen dus ook in Duitsland. Ja, ja, ja. Ligt dat ook helemaal stil? Of ja, alles, andere... nee, alles ligt stil, joh. Dat is het hem juist. Want ik zou ook naar het Glenn Miller Festival gaan zijn. Dat is elk jaar in de tweede week in juni. Mm-hmm. Daar zou ik dan voor de 26e keer heen gegaan zijn. Alleen. Mm-hmm. Maar we zijn er 5 keer met de big band geweest. Maar dat is mijn ding. De muziek is mijn ding. Is ons ding, weet je. En als je dat. En we hebben alleen maar enthousiaste mensen in de band, weet je, die ervoor gaan. Ja. Nou, wat. En dan mag het niet. Ja. En dan mag het niet. Hoe is de sfeer mensen, in de het band? Komt eraan, hoor. Ja, het komt eraan. Weet je, ze zitten allemaal. Joh, heb je dit al gelezen? Want elk dingetje hou je al vast van. Oh, mag het volgende week al? Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar er mag wel geblazen worden, want voor de koor is dat weer heel anders. Ja, maar, ja, precies. Want jullie mogen weer wel. Wij gaan hopelijk. Ik heb ook nog een Hawaiian band, maar die ga ik 15 juni mee beginnen. Maar met de big band, ik heb gezegd, laten we nou even afwachten. Dan weet je, nog extra 14 dagen. Extra nog. He? Want je weet niet wat er in die 14 dagen nog kan gebeuren. Als er wat gebeurt, dan mag je helemaal niet meer. Nee. Daar hebben we geen zin in. Nee. Dus we gaan bij elkaar komen. En ik heb het repertoire al doorgedaan. Iedereen, dus iedereen kan thuis repeteren. Dus als we bij elkaar komen, kan het gelijk op de plaat. Heel goed. Hoop ik. We gaan zo even kijken naar de Bill Bakers Big Band. Ja, ja. Maar eventjes, je zei het net al, een grote big band. Maar voor hoeveel man zit jij hier?
Voor 21 man. Voor 21 man op het podium, maar ook nog technici. Ja, er zit één, er is één geluidstechnicus altijd bij. Ja, dus dat is 22 feitelijk dan. 22 man? Ja. Oké. Okay. Dus ja. Die zijn erbij? Ja, het is niet veel, 22. Nou, maar je hebt grotere gezelschappen natuurlijk. Voor een big band vind ik twee man techniek behoorlijk aan de zuinige kant. Heel goed. We doen het ermee, maar dat is onze Fred Bijnen. En die doet dat nou, ik denk al 30 jaar. Dat hij bij ons is. Ja, geweldige vent, joh. Dat is echt top. En er is zo'n man, die weet precies wat er gebeurt, weet je. Ik hoef maar één dingetje zeggen en komt goed. Nou, en dan komt het ook altijd goed. Dat is geweldig, joh. Als je dan zo kan werken, hè, dat zou je zelf ook weten, dan dat je overal iedereen kan vertrouwen dat het goed komt. Hè, en ik hoop, ze zong het al, alles komt goed. Het komt goed. En het komt ook goed. Het komt goed. Weet je waarom? Wij zijn altijd in de mood. Kijk, begrijp je wel? Om met Glenn Miller te spreken. Om met Glenn Miller te spreken. Ja, wat je nu gaat horen is American Patrol. Ja, vertel even, wat gaan we zien? Nou, we zijn natuurlijk, wat ik al zei, gespecialiseerd in de beat van Glenn Miller. Mm-hmm. Maar dan de tijd dat hij zijn Army Air Force Band had. We zijn ook precies gekleed als de Glenn Miller Band, zeg maar. Als soldaten? Ja. En met dezelfde rangen. En achter je zie je een 48 sterrenvlag. Hè? Dus niet, want iedereen denkt aan Amerikaanse vlag. Nee, 48 sterren uit 40 jaar. Want toen waren het nog maar 48 staten natuurlijk. Nou, en daar hoorde je een sirene, een luchtalarm, want ze waren natuurlijk in Engeland. En nou ja, als er dan weer een V1 aankwam, dan... Een vliegtuig, bommenwerper. En ja, dat zie je en voel je hopelijk een beetje gebeuren in het begin. Dus okay. Ja, laat maar komen, die American Patrol. We gaan kijken. Ja. Zeker. Ja, dit is geweldig. Als je dit meemaakt, hè, snap je, alles erop en eraan. En, dan, nou ja, en dat hebben we dan zo'n 10 keer moeten missen hier in mei, weet je. Dat is heel jammer natuurlijk. Maar we spelen overal, hoor. Niet alleen in theaters. Dit is natuurlijk theatergebeuren. Maar we hebben, als je natuurlijk, ook die buitenfeesten, weet je, met die bevrijding. Mm-hmm. Ja, dan zit je op een toneel, niks mis mee. Maar dan kan je natuurlijk niet dat allemaal tevoorschijn halen. Maar wel, ik neem altijd veel attributen mee, altijd wel. Dat je als je naar ons kijkt, dat je zegt, hé, dat is de Tweede Wereldoorlog, weet je. Ja, daar hoef je niet blij om te zijn, maar, want kijk, ik ben van na de oorlog en laten we dat zo houden. Heel graag. Begrijp je? Ik... verheug me alweer als jullie in het theater staan. Ik kom zeker kijken. Ja, graag. Even aan jou de vraag om je handtekening op deze muur die toch al steeds voller begint te worden te zetten. Ja, nou, leuk toch? Heel leuk. Hij moet ook vol natuurlijk. Hè? Hartstikke bedankt. Fijn dat je was, Wim. En heel graag tot in het theater. We gaan elkaar weer in. Het gaat goed. Hoeveel mensen teken je? Dus voor 22? Ja, voor 22 man. Voor 22 man. Heel goed. Dankjewel.